Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video waarin ik met jullie een aantal verschillende dingen eigenlijk wel gaan delen. Ik ga proberen zo gestructureerd mogelijk te doen. Maar ja, dat gebeurt als ik enthousiast ben en heel veel dingen heb, dat ik soms eigenlijk gewoon een beetje de weg kwijt ben, als het ware. Het eerste wat ik wil zeggen is eigenlijk de aanleiding van de post die ik gemaakt heb. Voor diegenen die aangeschreven zijn op mijn nieuwsbrief, die kunnen dat ook daar lezen. Maar het belangrijkste is dat je eigenlijk weet dat... ik moet zeggen, sinds het najaar van vorig jaar is dat eigenlijk dat thema al wat hangende. Merk ik het ook zelfs. En heeft het te maken met het feit dat we uitgedacht worden om... de dingen, de ideeën en de waarheid die we kennen, om dat op een andere manier vorm te geven. Ik ga eerst mijn venster dicht doen. Want waarschijnlijk wordt het anders een beetje te veel lawaai. Dus er zijn op collectief vlak heel veel dingen gaande. Waaronder die... Eigenlijk onder de invloed van de planeet Pluto, Neptunus, Uranus en Saturnus. Dat zijn de grotere planeten. De planeten die een langere periode nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld de zon en de maan. Die gaan veel sneller natuurlijk ronddraaien rond waar jij woont. Maar... Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mercurius ook een beetje, die hebben veel meer tijd nodig. Dus dat betekent dat, waar dat we nu ook inzetten, ik ga eens kijken waar ik opschreef tot wanneer dat was. Maar dus Pluto, de planeet van transformatie, die gaat in een soort van retrograde. Dus de meeste mensen kennen de Mercurius retrograde, waarin je je communicatie opnieuw moet en dan problemen met technologie en zo. Maar Pluto is eigenlijk niet altijd zo... zo bekend, zo gekend. Net zoals met Saturnus, daar is ook heel veel angst rond, terwijl dat eigenlijk gewoon iets anders is in onze duale wereld. En dus bij Pluto is het belangrijk dat we, want sinds 2 mei staat Pluto in Waterman. Waterman is een luchtteken, heeft te maken met het mentale. Dus dat we gaan kijken tussen nu en oktober dit jaar. Van welke veranderingen mogen er gaan gebeuren? En wat kan ik al doen om die verandering uiteindelijk teweeg te brengen? Met andere woorden, we zijn eigenlijk elk voor onszelf en toch samen op collectief vlak allemaal bezig met de wereld te veranderen. En daarom worden we ook uitgedaagd. En komt Saturnus een stukje ook in het spel. Want Saturnus zorgt ervoor van ja, kijk, dat zijn de restricties die je hebt door keuzes die je gemaakt hebt in het verleden. Hoe ga je nu die dingen gaan veranderen, zodanig dat je een andere realiteit kan gaan manifesteren, dat je een andere wereld kan gaan manifesteren. Dus moeten we gaan nadenken over de toekomst. Wat willen we op lange termijn met deze wereld, met de wereld naartoe gaan? Hoe en welke ervaringen wil jij in jouw leven gaan aantrekken? En dan komt Uranus eigenlijk een stukje erbij. Uranus is degene van onverwachte veranderingen, dingen die anders zijn dan anders. En dan komt Uranus erbij en die zegt van, kijk, heb je al eens gedacht aan die manier? Dus wat ga je zien dat komende jaar, dat er heel veel onverwachte dingen gaan gebeuren, maar daarom niet altijd op een negatieve manier. Dus net daarom is het superbelangrijk, zeker als je een lichtwerker of een tweelingplan bent, of je voelt je geroepen om een bepaalde mening of... net zoals ik in mijn post ook geschreven heb, je bent bijvoorbeeld een manifester generator of je bent een manifester, maar je hebt nooit geleerd om vanuit die manifester in de waarheid neer te zetten en te delen, dan is nu echt de tijd om jouw stem terug te vinden, want Uranus stimuleert ook het keelchakra, het keelcentrum. Zodanig dat we eigenlijk vanuit dat nieuwsperspectief dat we ervaren, dat we dat zodanig kunnen uitdrukken dat niet alleen voor ons eigen goed is, maar dat eigenlijk ook voor ons een ruimer goed eigenlijk een unieke bijdrage levert aan verandering, aan de wereld, aan je community, aan je gezin. Het maakt niet uit waarover dat gaat. En daardoor
Omdat we het niet meer kunnen doen op de oude manier. En dus niet meer kunnen dingen gaan bedenken vanuit het ego. Niet meer vanuit, oké, dat is de 3D-realiteit. En als ik dat en dat en dat en zo en zo, zo doe, dan gaan we die resultaten hebben. Dus echt vanuit het puur wetenschappelijke. Dan, dan ga je merken dat we nog meer gepusht worden om in die wijsheid en die intuïtie te gaan vertrouwen. Net zoals ik ook geschreven heb. Een innerlijke verandering via de externe omstandigheden. Dus je komt ergens in een situatie terecht waarin dat je door keuzes die je gemaakt hebt er nu in zit. Dus door je verleden zit je in het heden. Maar dat is niet hetgeen wat je voor altijd wilt gaan blijven verder ervaren en manifesteren. Dus moet je komen tot van oké, op welke manier kan ik nu mijn uniekheid en mijn intuïtie gaan gebruiken, zodanig dat ik een nieuwe realiteit kan gaan vormgeven, gaan aantrekken. Zodanig dat ik kan gaan transformeren in een nieuwe identiteit, door de emoties die ik voel, de frustratie, de boosheid, de ontgoocheling, wat dan ook, welke emoties dat zijn. Maar die emoties tonen jou van, ik ben niet afgestemd, ik ben niet de persoon waarvan dan mijn ziel weet dat dit mogelijk is in deze situatie, in dit moment. Dus, lang verhaal kort. Als je op dit moment ook ervaart dat je op een of andere manier meer in je leiderschap moet gaan stappen. Dat je een onderneming hebt en op een of andere manier is de geldstroom niet meer rendabel. Of je probeert de relatie met je tweelingvlam of met je soulmate verder vorm te geven. En ook daar zijn er dingen die niet stromen of die niet gaan zoals hij wilt of zoals hij het idee had dat zou moeten zijn. De clue is, ga naar binnen. Voor diegenen die zich geroepen voelen, zijn altijd welkom natuurlijk in een van de programma's. Of voor mensen die in België wonen of dicht bij de regio Brugge. Daarvoor bied ik uitzonderlijk ook een aantal sessies aan samen met mijn paard Odalis. Omdat zij, laat ons zeggen, hoe noem ik het, een meesterleider is op dat vlak. En als je niet in leiderschap stapt ten aanzien van haar, dan loopt ze gewoon recht over jou. Dus ze is een hele goede meester, leraar, coach, hoe je het ook wel noemen, om die leiderschapskwaliteiten te gaan ontwikkelen. En vandaar dat ik ook gezegd had van, laten we dan haar talent ook inzetten om mensen die hun eigen leiderschapskwaliteiten willen gaan ontwikkelen, op een zachte, leuke, fun manier, om dat ook aan te bieden. Dus bij deze, als je interesse hebt, stuur mij een linkje. Stuur mij een mailtje via de website, of de contactpagina van de website. Of als je mijn mail hebt, kan je mij gewoon mailen dan. Dus, maar dus, het is belangrijk dat we gaan nadenken. We gaan zien, naarmate dat we de zomer zijn, en dan naarmate meer aan het einde van het jaar, dan komt Jupiter er ook in. Jupiter is de planeet van expansie, van overvloed, van heel veel leuke, fun dingen. En dat zorgt ervoor dat meer en meer mensen ook zich geroepen voelen om hun meningen te delen. Daarin twee dingen. Eén, dat is goed. Twee, moet je voor jezelf altijd heel goed gaan voelen en zorgen dat je in de afstemming blijft met jezelf. Zodanig dat je kan gaan aftoetsen van wat is mijn waarheid hierin. Het is niet omdat iemand dat deelt, dat is waarom de waarheid is voor iedereen. Of de waarheid, laat staan dat. Dus ook daarin is het belangrijk om goede ervaringen te delen. Te gaan kijken van, oké, dat is mijn situatie nu. Dat is waar ik naartoe wil gaan. Hoe kan ik nu... wat zijn de vaardigheden dat ik moet verder ontwikkelen? Wat is hetgeen dat ik bij mezelf dan mag gaan deconditioneren? Om uiteindelijk in die persoon te stappen, in die leider te stappen. En geloof mij, leider zijn gaat niet alleen over ten aanzien van anderen. Het gaat in eerste instantie over je eigen leven. Waarbij je zelf kiest van, dat is hetgeen wat ik wil gaan manifesteren. En dat zijn de stappen die ik ga nemen. Om los te komen van de systemen die je kent, van de manieren waarop dat ondernemen gaat. Ik had gisteren met mijn twin nog erover, over het verschil in ondernemen. Tussen hoe dat hij zijn bedrijf vormgeeft en hoe dat ik mijn bedrijf vormgeef. En ook daar zijn er heel veel verschillen in. Want één is niet slechter dan het ander, het zijn gewoon twee verschillende manieren. Maar dus ga je merken dat de komende weken, maanden, nog belangrijker is om naar binnen te gaan. En dus vanuit die verbinding met jezelf en met je ziel, echt in dat vertrouwen te stappen
En echt te gaan springen in de dingen die jij voelt dat mogelijk is om te gaan manifesteren. Ook al is er nog nooit iemand die dat gedaan heeft zoals dat jij het voelt. Het feit dat je het kan zien met je derde oog. Het feit dat je beeld voor jou kan halen. Het feit dat je het voelt. Het feit dat je überhaupt dat idee hebt. Is omdat het mogelijk is. Dus ook daarin gaan we zien dat we ook gaan geconfronteerd worden met het feit dat sommige mensen verkozen zijn als leiders, maar dat dat eigenlijk niet echt de meest optimale keuze was. En ook daarin gaan we moeten en mogen leren om dat uit te spreken, om dat te erkennen, om daarin andere keuzes te maken. Nog een belangrijke die het komende jaar eigenlijk ook nog zijn rol gespeeld. Dat zijn de verschillende nodes van de zon, van de maan. Denk maar dan aan de noordnode en de zuidnode. Zoals je weet, de noordnode is hetgeen wat we hier te doen hebben. Als je het gewoon op je persoonlijk vlak bekijkt, dan is eigenlijk de lessen die je hier komt leren. En de zuidnode, dat zijn de vaardigheden die je meegebracht hebt vanuit de vorige leven. Dus de talenten en de vaardigheden. Dus dat wat zegt nu, is ook het thema op het collectief vlak, dat we verder en dieper gaan healen, dat we doorheen de ervaring die we meemaken, dat we doorheen ook die obstakels gaan en moeten gaan. Want dat is het punt waarin dat we, doordat we dan verplicht zijn om naar binnen te gaan, die inzichten gaan krijgen, die wijsheid gaan krijgen, die waarheid gaan krijgen, waarin dat we logische en optimale oplossingen gaan vinden voor problemen waar we als wereld tegenaan lopen. En dan daaruit komt dan Saturnus weer. En Saturnus gaat dan zeggen van oké, maar waar is er bijvoorbeeld bepaalde controle nodig? Waar is er bepaalde beperkingen nodig? Denk maar aan artificiële intelligentie. En dus dan ga je zien dat vanaf juli tot, laten we zeggen, december ergens, dat het thema dan daarin niet meer zozeer gaat over doorheen die obstakels gaan en door de harde lessen doorheen te beten. Maar dat eerder is van oké, dat hebben we dan gehad, ik heb dat ervaren. Wat heb ik nu nodig om uiteindelijk te kunnen komen tot wat ik wil? Dus om goed te maken waar dat ooit fout gegaan is. Of om de keuzes die ik in het verleden gemaakt heb, die me eigenlijk in realiteit gebracht hebben dat ik niet wil, om die te gaan veranderen. Om dan uiteindelijk, aan het einde van dit jaar en begin volgend jaar, te kunnen komen in dat nieuw begin. In het, ik zou bijna zeggen, in een soort van eenheidsbewustzijn, waarin dat er een volledige eenheid en samenwerking en harmonie is, tussen enerzijds energie en anderzijds het fysieke, het lichaam. Of tussen het hogere en het lagere. Tussen binnen en buiten. Dus waar dat eigenlijk de verschillende elementen samenkomen in eenheid, waarin dus dat we die healing gehad hebben en waarin dat we verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen voor de keuzes die we gemaakt hebben. Keuzes die we gemaakt hebben in functie van de toekomst en keuzes die we gemaakt hebben in het verleden, waarvan dat we nu de vruchten dragen, omdat die positief zijn of negatief, dat maakt niet uit. Het zijn de vruchten van het verleden. Maar ze helpen wel om bewustere, andere keuzes te maken waar dat nodig is. En om niet meer opnieuw constant weer in die loop te gaan zitten. Want dat is uiteindelijk waar dat bewustzijn over gaat. We denken dat we zo gaan en iedere keer op hetzelfde punt komen, maar eigenlijk gaan we in de spiraal omhoog. Of in de schaduw in de spiraal naar beneden. Dat hangt er vanaf dit wat uitleggen. Dus je gaat zien dat de verschillende planeetstanden op die manier ook verschillende thema's naar boven brengt. En dat we dus, los van het feit dat we onze eigen stukken hebben, dat dit ook op collectief groter vlak van belang is. Voor de mensen die human design kennen en dus hun eigen profiel kennen, dan zou ik zeggen, kijk ook eens naar je root center, dus naar het onderste center. En als dat ongedefinieerd is, met andere woorden niet ingekleurd is, dan moet je beseffen dat de invloed van de stress die in het collectief hangt, voor jou veel voelbaarder zal zijn. En dat gaat soms tot hele situaties waarvan je eigenlijk niet bij stilstaat dat het daarmee te maken heeft. Maar dus in de vorige video heb ik dat ook al verteld, rond die druk die van buitenaf komt. Als je root center ongedefinieerd is, dan ben je er sowieso gevoeliger aan, dus heb je dan meer lessen in te leren. Namelijk nog meer in jezelf blijven, nog meer naar binnen keren. En niet de buitenwereld als een barometer te nemen voor waar dat jij staat. Want
om een voorbeeld te geven, hoe kan zich dat ook uiten? Deze ochtend of deze middag was ik naar de winkel boodschap gaan doen. En ik zag de kassa. En plots voelde ik heel veel stress, opgejaagdheid. Van kom aan, voortdoen. Terwijl ik eigenlijk gewoon aan het verder doen was. Ik was mijn boodschappen op de loopband aan het leggen. En dan nadien terug in mijn winkelkar. En niemand zei iets, niemand deed iets. Maar door het feit dat ik een open center heb. En ook mijn emotionele center is ook open. Dan voelde ik die stress gewoon op mij. En voelde ik gewoon die druk van, kom aan, voortdoen. En dan had er misschien 1 of 2 mensen geweest zijn die zoiets hadden van, ah, ik moet hier om 1 uur weer terug beginnen werken of zo. Weet ik veel van waar dat vandaan kwam. Maar zo werkt het. En wanneer je daar niet bewust van bent, dan ga je eigenlijk gewoon doorheen de dag, word je gewoon geleefd door andermans conditioneringen. Door andermans overtuigingen. En dat is waar het over gaat. En daarom is human design een goede tool om enerzijds jezelf te leren kennen en anderzijds te ontdekken van oké, maar waar zit de conditionering nog in? Waarin laat ik mij nog leiden door het systeem? En dan gaat elke dag is er weer een nieuw verhaal. Vandaar dat ik ook zeg elke ochtend, oké, we zijn klaar voor een nieuwe dag in de simulatie. Omdat je elke dag een nieuwe kans krijgt, elke dag krijgen we nieuwe mogelijkheden, elke dag kan je weer nieuwe keuzes maken. Zie het als een reset. Het was gisteren een beu-dag, om een nieuwe KAK-dag te zijn. Oké, geen probleem. Morgen is een nieuwe dag. En maak je nu de verkeerde keuzes? Of heb je zoiets van, ik had het anders moeten aanpakken? Geen probleem. Het feit dat je er bewust van wordt, is tegen dat je les geleerd hebt. En dan kan je van, met die les en die wijsheid die je meegenomen hebt, de volgende keer andere keuzes maken. En dat is hoe dat bewustwording werkt. Het werken met universele vlammen helpt jou om doorheen al die conditioneringen te gaan werken, zodanig dat je jezelf altijd maar meer en meer kan gaan deconditioneren. Zodanig dat je de zwaarte van geld kan afhalen. Zodanig dat je die ideeën rond tegen dat en dat moet afgedaan zijn. Alleen nog andere boel dingen die we als maatschappij tegenaan lopen. Kan je gewoon gaan deconditioneren. Maar dus, kern van het verhaal. Als je het lastig hebt, vooral financieel, dus vooral tegen heel veel obstakels aanloopt in de 3D-wereld, weet dat dit een doel heeft. Weet je niet wat? Herbeluister de video opnieuw. Luister het 100.000 keer, het maakt mij niet uit, het zal op een bepaald moment wel klikken. Maar dus, dit is waar we naartoe gaan. Dit is wat er op collectief vlak aan het gebeuren is. En waar je natuurlijk ongetwijfeld zelf ook aan onderhevig aan bent. Voilà, ik ga het hierbij laten, anders wordt het weer veel te lang. En dat is niet de bedoeling, zodat je de boodschappen heel kort kan opnemen. Dus, wat mag ik nog zeggen? Vanaf vandaag kan je in de pre-sale, dus dat is nog niet beschikbaar, dat is nog niet volledig af. Ik ben er nog mee bezig, zoals je kan zien. Dus het tweede deel over tweelingvlammen, de titel is Tweelingvlam Dynamiek, Just Do It. Waarin ik uitleg of geef rond specifiek een persoon manifesteren, rond het stuk van spiegelen en heel veel voorbeelden, rond het stuk van eenheid en union en jezelf in de connectie, de dynamiek daartussen, bijvoorbeeld ook een antwoord op de vraag van moet een mannelijke, dus een DM, de Divine Masculine ontwaken om een union te komen, op die vragen geef ik allemaal antwoord. En ook nog een stukje rond missiewerk als tweeling. Dat komt er ook allemaal in aan bod. Maar zoals je weet ben ik er nog mee bezig. Het plan is om begin juli het af te hebben en te lanceren. Maar je kan het al aanschaffen in de pre-sale. Voor de mensen die het in de pre-sale aangeschaft hebben, die krijgen dan ook nog een leuke verrassing. Dat moest ik nog zeggen. Dus die link daarvan vind je terug op de website www.schoolvooressentie.be. Wil je een sessie met Odalis, mijn zwarte Mary, dan als je een foto wilt zien, dan kan je dat zien bij de community posts. Daar heb ik een foto van haar geplaatst. Stuur mij dan een mailtje via ook de contactpagina. En dan kunnen we kijken op welke manier dat we inderdaad een sessie met jou en Odalis en mij kunnen gaan inplannen. Dat is live, dat is fysiek, dus dat is niet online. Voor diegenen die zich dat afvragen. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je vast een fantastische dag. En ik zie je de volgende. Doei!